Nou jongens, daar zijn we weer. We gaan eens eventjes kijken of we hier doorheen kunnen gaan. Even kijken, gaan we hierheen? En dan zo schuin omhoog. Dan hoop ik dat we het kunnen vinden. Zo ja, dat gaat weer heel stijl naar boven, jongens. Ah, hier is het al. Wow, gaaf. Even kijken, nu deze kant op. Heel erg apart, want daar krijg je weer een soort, dat zien jullie niet. Ik hoorde al wat wegschieten, jongens. Oké, sporen. Dit zijn hele grote sporen. Oh jee, wat zit hier allemaal? Wow. Hier zak je behoorlijk weg in de grond. Dat is één ding wat zeker is. Maar nu, wat gaan we doen? Even verkennen. Oké dan. Dit ziet er al heel erg, erg mooi uit. Oké, we gaan even hierheen, jongens. Helemaal omgewoeld, jongens. Kijk dit dan, wat ze gedaan hebben. Hele kuilen hebben ze gegraven. Je zakt hier bijna een halve schoen weg in de grond. Wat dat is, dat weet ik niet. Rondom filmen. Jongens, waar je ook kijkt op het beeld, van voor tot achter, allemaal omgewoeld door de dieren. Dit is echt indrukwekkend, jongens. Kijk dan wat hier staat. Zo'n hele grote paddo-stoel. Al die wortels die komen gewoon naar boven. Het is hier heel erg moeilijk lopen, dat is één ding wat zeker is. Oké, dan gaan we hier even staan op het hoogste punt. Dan ga ik even de omgeving laten zien. Je ziet het heel duidelijk, als ik hem nu stop, dat het hier aan alle kanten naar beneden gaat. En dat daar, even kijken voor jullie, is een redelijk vlak punt. Maar het ziet er heel erg vaag uit, dit. Ik denk dat we het gevonden hebben. Daar hebben wij een groen stuk gevonden. Maar ik vind dit er heel vreemd uitzien. Qua grondstructuur al sowieso. Heel even kijken, jongens. Wat gaan wij doen? Wij zouden zo schuin kunnen lopen. Of
Ik denk dat we een beetje deze kant heen kunnen gaan. Dat dat het beste is. Ah, jongens, kijk. Oké, jongens, hier moet ik ook op gaan passen, want als je hier je schoen neerzet, dan zak je echt behoorlijk weg. Ja, je zak steeds dieper weg. Wat is dit? Kijk, al die wortels die ze naar boven geknaagd hebben. Is een heel vaag gebied zo. Zo ben ik het ook nog niet tegengekomen. Dan kan het zijn, daar ga ik wel van uit, dat het om dat groene stuk gaat daar. Wat wij dus gezien hebben. Laten we maar eens eventjes gaan kijken wat het is. Kijk hier doorheen. Oké, dan loopt het van hoger op. Loopt het toch weer naar beneden hier. En dat kan dan haast niet anders zijn dat het om dit stuk moet gaan wat jullie dan nu in beeld zien. We weten het niet zeker, maar dit is het enige stuk wat opvalt. Kijk. Nou, ik ga ervan uit dat dit het is. Ja, kijk maar, het is... Even kijken, zo. Het is redelijk rond. Maar nu, blijkbaar daarachter heb je ook nog een heuvel. Ik ben blij dat ik op dat groene stuk ben. Het is voor mij een stuk beter lopen. Ah, wacht, we hebben het al gedetecteerd wat het is. En nu komen we er pas achter. Er staan een heel ander soort type bomen hier. Kijk wat hier staat. Zie je dat? Dat valt op. Dit is echt een totale afwijking opeens in het bos. Ja, dat mag ik wel. Kijk, hier verandert het opeens. Wow, hier verandert het echt super. Kijk eens, dit is echt mooi. Wow, kijk dan hoe dit aangeknaagd is. Helemaal totaal omgewoeld. Ja, dit is een ander type boom. Kijk maar. Het wordt hier opeens extreem groen in het bos. Hé, hey, dat stuk daar ga ik zo dadelijk eens kijken. Dat kan wel heel interessant zijn. Maar nu, even een omgevingscheck. Dat is ook altijd heel belangrijk om dat te doen. Hier hebben ze de bas eraf gehaald. Even kijken. Stop. Punt 1. Dit is op zich al een hele mooie plek hier. Maar die boomstructuur is totaal anders. Kijk eens even rondom je heen. En vooral deze boom. Maar nu, eventjes kijken. Het is hier een heel vlak gedeelte. Dan zit ik heel eventjes te checken of dat heuvels zijn, ja of nee. Ja, dat zijn heuvels. En hier heb je ook heuvelachtig gebied. Eigenlijk helemaal rondom. Dit is het enigste vlakke stuk. Oké, dan gaan we dat vlakke stuk maar eens eventjes verkennen. Ik weet alleen niet of ik het hierbij laat. Of dat ik de volgende keer ook nog
die hoek gaan verkennen. Dat zou wel beter zijn. En dan vanaf die kant ook deze kant heen lopen. Hey, wacht even. Marcel, als je kijkt, wat vind je hiervan? Dit is op zich een vlak stuk. Ja, hier zo. En dan zou, als het moet, zou je hier je hangmat tussen kunnen spannen. Of tussen deze en die boom. Dan heb je hier eigenlijk een soort van beschutting. En het voelt ook een stuk warmer. En het mooiste van alles is, je kan hier heel ver van je afkijken. En waarschijnlijk, dat weet ik niet helemaal zeker, dat durf ik niet 100% zeker te zeggen, maar is voor jullie daar dus, is dat ook nog een hele wal die omhoog loopt. Maar dat kan ik niet 100% zeker zeggen. Dan moet ik daarheen lopen. Ja, het is echt een heel stuk warmer. Kijk dit dan hier. Hier heb je dan die heuvel en daarachter nog meer. En daarachter tussen die... Jezus, waar zit dat ding voor jullie? Daar dus. Daar heb je ook nog een heuvel, kijk maar. Dus die verspert eigenlijk ook al de weg. Een raar boompje. En dan zie je hier heuvels naar beneden lopen. Daar. En dan heb je hier echt een geweldig stuk. Kijk maar. Heel gaaf. Ah, kijk. Hier heb je ook nog wat. Wat er afgeknakt is. Dat zou wel hier ergens vandaan komen. Ik zie het even niet. Ja, ik hou dit stuk in de gaten. Dit is wel mooi. Terwijl het hier eigenlijk ook allemaal vlak is. Alleen dit is weer veel te open. En je hebt hier twee hele grote wildwissels. Daar wil ik zeker ook niet in de buurt zitten. Dus ik denk dat dit wel een geschikte plek is hier zo. Die hoek. Maar nu, ik ga toch nog heel eventjes, want ik wil zo met die andere camera ook nog even gaan opnemen, heel eventjes de omgeving verkennen tot ongeveer daar, een beetje zigzag. En dan zal ik wel eens eventjes kijken wat dit voor plek is. Het loopt nog veel verder in het bos. Oké, wij hadden verwacht dat ongeveer daar een pad zou lopen, maar dat is helemaal niet zo. Oké, die lucht hier. Heel erg apart. Oké, het verandert hier opeens, want hier krijg je van die gasstroken. Even kijken, jongens. Wacht. Hier heb je weer een stukje gas, zeg maar. En dan heb je... Wat is dit dan? Oh, wat hoor ik? Ik hoor daar dierengeluiden vandaan komen. Maar wacht even, ik was even afgeleid. Wat is dit? Dit zijn hele diepe kuilen in de grond, jongens. Kijk hier dan, die krater. En dan zit er hier nog een. Hierachter. Hé, wacht, even checken wat dit is. Wow! Kijk dit dan. Hier liggen wel hele mooie, grote, omgevallen bomen. Oké. Eventjes kijken daar. Ja, we gaan hem in de gaten houden. Wij gaan eens eventjes kijken of dat we hier ergens een GPS-mark aan kunnen maken. Ik had dit stukje al eerder op het oog. Alleen toen was ik met iemand anders aan het praten. Hij zei, dit valt wel heel erg op. Ik denk, nou, laten we maar eens gaan kijken. En dit is het resultaat.
Oké, hier wil ik dus niet in de buurt zitten van deze wildwussels. Ja, dan wordt het dus... wordt het waarschijnlijk gewoon die plek daar? We gaan eens eventjes kijken. Dan gaan we hier even langslopen. Dan zit ik me even af te vragen wat er gebeurt als ik deze wildwissel helemaal af ga lopen. Waar je dan uitkomt. Maar dat ga ik dan dus niet doen over de wildwissel, maar er dan naast. Maar dat ga ik ook niet nauw doen, daar prik ik wel een keer een zomerse dag voor uit. Het is me nou een beetje te koud in het bos. Yes. Kijk daar achteraan. Zie je dat? Daar is ook weer wat. Kijk dan wat hier ligt. Het loopt helemaal door tot achteraan. En hier, kijk dan. Zie je dat? Ook helemaal door tot achteraan. Wacht, ik ga even hierheen. Kijk hier. Ze hebben ook weer die wortels. Proberen naar boven te halen. En ook hier zie je heel duidelijk dat er zo'n walletje loopt. En daarachteraan ook weer. Jongens, we zagen iets bewegen. Ook hier zie je heel duidelijk zwijnensporen. Kijk dan hoe dat aangetast is. Ik moet niet al te hard praten. En ook hier... Heel duidelijk holen in de... Oh, een harsboom. Jongens, we hebben een harsboom ontdekt. Kijk. Dit is wel gaaf. Dat gaan we even in de gaten houden, deze. Het loopt nog veel verder het bos in, jongens. Ja, wacht even. Het loopt nog veel verder het bos in. Het loopt extreem ver het bos in. Kijk dan. Het einde kun je totaal helemaal niet zien. Wauw. Jongens. Doei.